Hallo, kijk zo'n IFT. Ik ben Mark en ik ben er vandaag met Rollercoaster Tycoon 2 met Ido hier. Hallo, Sean. Hallo. En we hebben weer gelijk een desynchronisatie. Echt iedere keer als ik mijn opnames begin ofzo, dan heb ik heel de tijd last van die network desynchronisatie. Ik weet niet wat het is. Maar het schijnt er zeker aan. Is het OBS ofzo? I don't know. Geen idee. Maakt op zich niet uit. Zijn jullie de vorige week, of de vorige keer, in ieder geval met dit park beëindigd en we zijn hier nog steeds mee bezig. Wat gaan we er vandaag doen? Nog meer attracties bouwen? Leding afzetten? Ik heb attracties goedkoper gemaakt, je hebt Crockett House. Ja, die had ik niet te hoog gezet. Die vond het weer te duur. Ja, ik had hem niet zo hoog gezet hoor, dus Maar mijn Aqua vind ik gewoon geweldig. Dat klopt. Die zijn duurder maken. Doe maar. Ieder beetje helpt. Dat pijt vinden ze wel, maar ik heb 10 cent duurder. Dat vliegend schip, schommelschip vinden ze ook geweldig. Maar ze gaan niet graag in jouw spookhuisje, maar. Het is ook geen spookhuis, het is een Crooked House. Of in een rare huisje. Ze vinden het toch niet zo geweldig? Ja. Ik bouw een herriemachine. Je doet maar. Jee, we staan in de min. Woehoe. Maar de winkelverkoop is echt gewoon ziek laag. Ja. Klopt. Ik heb een idee. Jij mag zelfs een goed idee of een heel slecht idee is. Vertel. Zullen wij eens door gaan sparen voor die 750... Dat wij dan die campagne kunnen gaan kopen? Dat kan. Misschien kan ik dat pad... van die Crooked House gewoon wat korter maken, want als er niet zoveel mensen ingaan, dan hoeft het waarschijnlijk ook niet zo lang. Dat lijkt me een heel strak plan. Zo. En die machine is gestart. Die aanval is best wel een goede aanwinst eigenlijk. Ja. Zit je nou stiekem te drinken? Nee. Eigenlijk wel. Was wel te horen. Ik hoor alles. Je hoort alles. Nou, dat zal heel luidruchtig zijn als je alles hoort. Over de hele wereld. Niet zo overdrijven. Moet je wel eens een boot voor hebben, hè? Want zo lichtgewicht ben ik niet. Bezoekers raken verdwaald of komen vast te zitten. Controleren of je indeling van je voetpaden kunt veranderen. Ik kan het veranderen. Als ze meer geld, als ze 10.000 euro geven, dan wil ik het gewoon gaan doen. Zo doolhof is het niet. Maar hoe wil ik het idee van die 750 euro? Je doet maar. Vind je het een goed idee of niet? Ja, je doet maar. Vind je het een goed idee of niet? Ja. Dan doe ik het. Ik ga altijd een keertje aan, je doet maar. Ja, en je zei je doet maar, maar je doet maar. Ja. Ik zei, ja, je doet maar. Luister, godverdomme. Ik luister ook, je doet maar, zeg jij. Ja, maar daar zeg ik er ook ja voor. Maar de bezoeksaantallen nemen wel toe. Klopt.
Ik heb een idee. Die bezoekers die verdwalen. We gaan gewoon paden afsluiten. Ja, nee, dat kan ook. Dan kunnen ze ook niet verdwalen. En ze blijven meer bij de attracties, dus ze kunnen vaker af. En ze blijven dicht bij de winkels. True. Dus, dat betekent een win-win situatie. Waarom gaat iemand dat niet draaimolen? Weet ik veel. Als mensen dan weer deze kant op komen. Weer poen, 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 poen. Heel langzaam maken we steeds minder mensen in de buitenste. True. And that would be nice. Maar die buitenring, daar moeten we eens zo snel. Als die mensen daar al vanaf zijn, dan gaat het echt ziek hard. Nou, dus dat is hier weer overal banken aan het plaatsen. Ach, bank toch op zeg. Wauw. Bank op. Bangkok. Volgens mij wordt die grap ook wel steeds slechter. Ik weet misschien niet, maar Mark vertelt wel die slechte grap. Nou, eigenlijk niet. Loopingschip. Oh, die kunnen we gaan maken. Die doet het altijd heel goed met geld. Zal ik die neerzetten? Zo spit. Godverdomme. Ik was je voor, hoor, na 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 na. Dat is weinig geld. Hier kan ik best wel een grote wachtrij voor bouwen altijd. Dat is altijd... True shit. Shit nog wel, jezus. Mark. Ja. Wat is er hier zo shitty aan dan? Weet ik veel. Zeg maar gewoon true shit. Ik moet nog 24 euro'tjes in het... Ja, opstaan. Je kunt echt wel 2,50 voor vragen. Maar die achtbaan heeft dus ook steeds grotere wachtrij te krijgen. Ja, dat klopt. Je park heeft een prijs gekregen. Robbeligste park van het land. Zo'n robbeligste... De hobbeligste. Rommelste. Rommeligste. Ik spreek mezelf al bijna over. Leuk tongbreken. Echt hè? Maar steeds meer mensen komen terug het normale park in. Even zien. Ik denk dat ik ook een beetje de onderzoek. Ik ben gelijk alweer daarop reten. Dus dingen. Ja, dat. Nee, maar ik ga die onderzoeks. Die thema's en zo.
dat ik die gewoon op de spannende en rustige attracties neerzet. Maar alleen de spannende, die levert het meeste geld op. Ja, dat doe ik dat wel. Want dan kunnen ze volledig eerst daarop focussen. Want ja, dan krijg je weer zoiets van een koffiewinkel een keertje. Of dan krijg je weer, laat ik maar heel simpel zeggen, een stuk bladerdeeg of zo. I don't know. Maar het levert wel geld op. Ja, die spannende attracties die doen het altijd wel goed. Zie je wat mijn hele idee was? Ja. Oh, ik wou wel zeggen, waarom staat de sensitiviteit van mijn muis zo laag? Maar dan komt het omdat ik er bovenop een plusje en een minnetje heb. En ik had per ongeluk op een minnetje gedrukt, waardoor die andere, door de muis zelf een andere kleur krijgt. Maar dan gaat de sensitiviteit ook omlaag. Nee, ja, dat is handig. Boven mijn muis heb ik dus single, double en triple click. Dat is ook zo leuk. Af en toe ben je bezig met voor school en ik zit op triple click. Ja, nee, dat kan. Bezoeker, is de bedoeling dat je hier naartoe gaat? Zou ik gewoon weer het budget van dat onderzoek gewoon op normaal zetten? Nee, doe nog maar niet. Oké. Okay. Zo'n geld hebben we nog geen geld voor. No money. Ik heb even dat draaiend schip ga ik even op 7 rondes zetten. Het kost gewoon echt te veel geld. Ja, het kost gewoon te veel geld en we krijgen anders te weinig geld. Hoe zit het eigenlijk met dat looping schip? 3 euro per rit. Ja, dat zag ik, maar ze zeggen wel dat het geweldig is. Ik heb 12 passagiers per keer in. Dus zoveel is het eigenlijk niet, maar Achmed doet het nog steeds goed. Ja, zeker. Maar dat rare huis niet. Nee. Ja, dat had ik je ook al kunnen vertellen. Kom, we gaan die prijs van de Crooked House gaan we op 10 cent zetten. Vroeger bedrag in 0, zo betaal ik niet. 0,10. Hoppakee. Ja, dat gaan we nooit doen. En de eerste bezoeker. Ik heb bijna genoeg voor die advertentiecampagne, Mark. Top. Zie hoe hard het geld nu binnenstroomt. Ja, de money gaat goed. Als we nog meer bezoekers hebben, dat betekent dus dat we nog meer geld krijgen. En nog meer geld betekent nog meer attracties. En nog meer attracties betekent nog meer geld. En nog meer geld betekent nog meer attracties. En nog meer attracties betekent nog meer geld. Ja, het is duidelijk. En nog meer geld betekent nog meer attracties. Een euro is nog te duur voor die attractie. Oh ja, nu gaat ze er eindelijk in. Ja, eindelijk! De eerste paar mensen zijn er binnen. Hoi. Voor 50 cent doen ze het, tenminste. Oh fuck, die looping schip die staat echt helemaal vol met... Dat die mag hij. Betekent wel goed dat hij het heel goed doet. Maar de volgende spannende attractie die wil ik even gaan bouwen. Maar daar ligt er ook een beetje aan wat het ook precies is. Maar ik ga het sowieso bouwen. Er kwam er zo eentje naar boven. Dat kan. Een kamertje binnen. Even zien. Duwt me eventjes, als krijg je een bakker van herrie. Oké, 8 september. Ik ga het nog minder zetten op 6. Oh, 7 minimum. Voor de volgende spannende attractie is het 8 september verwacht. Het is juli, eind juli. Dus iets meer dan een maand.
Oh, dat gaat ook prima. Maar kijk naar geld, waar het nu ondertussen gaat. Ja. Ik hoor klink, 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 klink. Ja, ik ook. Vooral van die achtbaan. Dat is gewoon muziek in mijn oren. Alles met geld klinkt als muziek in mijn oren. Precies. Ik heb een idee. Oh nee. Wat is de grootste scam die je kunt doen in een pretpark? Souvenirs. Weet je wat? 2 euro per souvenir. Weet je wat pas een scam zal zijn als je voor souvenirs moet betalen, maar dan moet je eerst een ander souvenir voor hebben die waarvoor je ook weer op moet betalen. Een soort IE-principe. Ja, precies. Stel, we hebben Sims 4. Om een DLC te kunnen spelen, moet je een Sims 4 hebben. Om DLC te kunnen spelen, moet je... Zoiets, ja. klinkt legit. Het werkt. Mensen kopen het. Maar het wordt niet echt zo op prijs gesteld. Nou, ik heb de DLC niet gekocht, maar... Ik heb volgens mij... Helemaal niks aan Sims 4 DLC's of... Misschien 1 of 2, maar niet echt veel. Volgens mij niks. Ik heb wel een aantal. Maar het is niet dat ik de volle betaald heb. Nee, dat echt niet. Dat is IE mij niet waard. En bij mij is het zo van... Ik speel de laatste tijd eigenlijk de Sims 4 al helemaal niet. Ik vind de Sims 3 leuker om te spelen dan de Sims 4. Nou, ik heb het echt dan over de Sims 2. Dat vind ik dan weer leuker. Want eerder wou ik wel heel graag... Dat was toen... volgens mij was het... dat was Intertoys. Ging ik daar gewoon die CD-ROM halen van die DLC-pakketten. Gewoon heel de tijd zo van... Oh, kom. Even naar Intertoys. Kijken of ze nu weer een DLC-pakket hebben. Ja hoor, hebben ze er weer een. Met die huisdieren. Was dat toen een keer. Ik ben helemaal blij en nu kun je dat godverdomme gratis krijgen op fucking Origin. Nee, dat was tijdelijk. Ja, was tijdelijk, ook goed. Dus hier heb ik dat eigenlijk helemaal gratis. Gratis en voor niets? Ik heb alweer 1000. Zo'n stukje lening terugbetalen. Ja, doe maar. Ik zit toch nog even te wachten op de onderzoek. Nou, daarom. Want we verdienen toch een dubbel en dwars weer terug. Ook mee door die nieuwe kraam. Maar mensen willen heel langzaam dingen te kopen. Zou ik zo'n geldautomaat in je plempen? Je doet maar. Oh, die hebben nog niet eens vrijgespeeld. Dan laat maar. Ik wil een hoedenkraampje eigenlijk hebben. Een wat voor kraam? Een Houdini kraampje, zei je dat nou? Ja. Inderdaad, dat zei ik. Een hoedenkraam. Ah. 2,50. Dan mag je iets op je kop zetten van mij. Ook als je door de ingang komt met een petje, kost 2,50 euro. Oké. En ik krijg een melding binnen. Kan hoedenkraam 1 niet openen? Nog niet gebouwd. Oh jawel hoor. Maar niet, ik kan het gewoon niet zien vanwege die fucking netwerkorganisatie. Kom je fatsoenlijk internet? Ik, wat heb ik hiermee te maken? Daar kan ik toch niks aan doen. Jawel. Ah, ik vind van niet. Ieder probleem is op te lossen. Oh, we krijgen nu een spannende attractie Topspin. Oké, die ga ik bouwen. Wanneer we die krijgen. Dat is altijd goed. Zeker. Zeker te weten, jongen. Wee wee. Wee wee. Oh, het begint zo te onweren, ja. Bij mij niet. Ik vind het altijd zo chill als het gaat onweren. Ik weet niet waarom. Ook in het echt?
Ja. Ja, ik ben er wel eens wat blij mee, want ik word een beetje... Ja... Bij jou, bij jou is het natuurlijk een ander verhaal. Maar ik vind dat wel chill. Behalve dat moet niet ons huis worden geraakt door zo'n bliksem. Ja, dan heb je nog een probleem. Nou ja, valt best wel mee. Het rookt misschien een klein beetje, maar... Misschien dat de stoppen eruit liggen, I don't know. Ja, die vliegen roepen zo, de aardlek ook wel. Nou, bij mij gaan mensen waarschijnlijk weer spontaan geld investeren in Maar laatst was in de buurt een bliksem ingeslagen, een paar jaar geleden. Gewoon in een boom. Een ja. Knal, zal ik je vertellen. En een trilling. Abnormaal. Zelfs als je zo'n veevoederszak hebt. Denk jij wel, die van papier, kartonachtig iets. Ja. Maar als je die even goed opblaast en dan recht langs je oor laat ontploffen. Ja. En dat was dus, de bliksem was dus 500 meter verder ingeslagen. We hadden alles dicht zitten in huis. Rolluiken, ga zo maar doen. Rip. Isolatie, alles. Op alles doorheen. Ja, soms heb je dat, hè. Oh, maar dat was een paar jaar geleden ook. Zo, dat weet je ook nog wel. Een keer in de zomer, volgens mij was dat... toen een beetje tijdens de Zwarte Cross. Toen dat er ook zo een hele erg storm was. Met die groene lucht? Ja, die ja. Dat was in 2010 was dat. Ja, dat ging toen zo hard dat gewoon... De straat hier gewoon helemaal plank stond vol met water. De putten die konden het gewoon niet meer eens aan. En bij onze achterburen, er was er ook dan nog zo'n hele boom. Die was gewoon op zo'n schuur omgewaaid. Omgewaaid? Ja. Maar ik woon in bult afwaarts, dus ik heb geen last van het water. Ja. En het huis staat 60 centimeter hoger dan de... Ja, dat is bij ons ook wel zoiets. Bij ons is het dan ook zo van als je het inruimt opkomt dat het iets hoger ligt, maar... Om simpel gezegd te zijn, even een stukje verder lopen, gewoon op de stoep. Ja, nee, ja. Hele stoep stond gewoon blank. Dus ik dacht van, nou, fijn. Het is blanco. Ja, precies. Je kan ook een topspin bouwen. Ja, eindelijk. Daar zit ik al de hele tijd op te wachten. Bouw jij hem? Naast de draaimolen? Ja, dat kan. Maar wanneer kwam die dan? 8 september. Oh. Hey, we hebben weer bijna 800. We hebben meer dan 800 euro. Nou, ik heb meer dan 1000 euro al. 900. Ik heb weer een stuk van de leerkracht terugbetaald. 4000. Bijna 1100. Gaat hard. Maar ja, als je gewoon bijna genoeg... 1200. Als je gewoon genoeg attracties hebt, dan gaat het nog wel hard. Ja, 1200 heb ik al. Het begint weer te onweren bij mij hier. 1400. Hier is wel zin onweren. Bijna 1400 gewoon. 1400. Ik duk nog een stuk van de lening weer weg. Van een 2000 euro lening. Oh ja, dan kan dat wel. Nieuwe attractie is nu beschikbaar. Topspin. Hey. We hebben precies genoeg. Oh, dat is dat bankding geval. Iets. Bouw maar. Hier zit de ingang. Uitgaan. Ik wou de ingang wel eventjes. Dan bouw ik de uitgang wel eventjes. Ik zei, dan bouw ik de pad van de uitgang wel eventjes. Oh, je kunt ook de stand aanpassen. Beginnerstand, intense stand of waanzinnige stand. Nou, ik ga voor waanzinnig. Ik weet niet wat het precies doet, maar hey. Ja, dat willen we. Maar dat plezier gaat misschien wel omhoog.
Dan moet je even kijken, want de plezierwaarde moet zo hoog mogelijk. Nou, dan test ik hem maar eventjes. Moet je mensen toegang geven tot de attractie? De misselijkheidswaarde is wel zeer hoog, ja. Oh, nee, dicht. Jij, dicht, wacht. Kijk, de intense stand, als ik die test. Zien. Ik kijk wel eventjes, nog geen resultaten. De plezierwaarde moet zo hoog mogelijk liggen. Dit was drie. Dit was de plezierwaarde wat hoger. En die beginnerstand, even kijken. Gewoon even testen, joh. Hop. Laag. Dan denk ik dat we gewoon het beste... Oh ja, dan moet ik wel eerst even sluiten. Ja, dat lijkt me wel logisch. Ja. Wat is de plezierwaarde van deze attractie? Oké. Okay. It's done. I have it. Perfect. Ik heel verwacht dat ik die resultaten heb. Plezierwaarde 3.20. Dus bij deze attractie kan ik makkelijk 3 euro vragen.